Een hele goede morgen. Welkom bij een nieuwe Ups & Down. Kindje heb ik allemaal al aangekleed. Liam is daar. Sammy is hier. Ik ben eigenlijk even aan het wachten op school van Jordi. Want hij snottert en ik weet niet wat hun willen. Dus ja, daar ben ik eigenlijk een beetje op het wachten. Op het moment dat ik daarvan te horen krijg, ja, je komt maar. Kan ik gelijk gaan. Het is namelijk zo dat ik niet wil dat iemand anders een probleem krijgt van mijn gezin, zeg maar. Dus de verkoudheid. En vandaar dat ik dus deze keuze maak. Wat hebben we net gedaan, jongens? Zeg maar, we hebben Jordi op school afgegooid. En nou gaan we weer naar huis. Want ik hoef nergens heen. Dus we gaan gewoon lekker naar huis. Sammy, wat ben je aan het doen? En hij gooit met spullen. Sammy. Sam. Ben doen. Sam. What you doing? Ja, wat is hij aan het doen? Wat is hij dan aan het doen? Ga je kijken bij broertje. Ga je kijken bij broertje. Sam, wat ben je aan het doen? Ik denk dat hij me gewoon aan het vertellen is dat hij wil eten. Ik moet echt naar de kapper. Zeg, er staat niemand voor de deur. Stop daarmee. Ik ga maar fruit maken. Ik heb Sam al zijn fruitje gegeven en ook gelijk weer om kunnen kleden, want ja, door de snot en alles, het komt er steeds uit en zo. Dus die is alweer schoon. Liam zit lekker appeltjes te eten en ik geef de vaatwasser inruimen zodat hij aan kan. En dan denk ik was aan zetten. Nou, dat is. Sam wilde heel graag naar bed, want die was zo verschrikkelijk moe. Dus die ligt lekker in zijn bed nu. Totdat hij weer wakker wordt en dan krijgt hij een fles. En jij bent nou lekker even alleen met mama, hè? Ja, dan moet hij even van genieten, hoor. Lekker ding. Maar als een kind niet lekker is en het kind wil slapen, dan is ons motto eigenlijk altijd slapen, slapen, slapen. Ja, hè? Dat doe jij ook als je niet lekker bent, hè? Als je wilt slapen, dan ga je slapen. Ja, kleine snottebel. Ja. Ik had Liam net naar bed gebracht. En toen was dit weer wakker. Hè, klein schatje van me? Dus we doen even afwisselen. Ik ben daar op zich, als ze wat ziekig zijn, ben ik er altijd wel makkelijk in, hoor. Dus, ja, ook vandaag ben ik er weer makkelijk in. Ik heb liever dat ze dan toch op de een of andere manier hun rust krijgen. Als dat ze wakker gaan liggen en over de zeik gaan en nog meer moeten hoesten. En want ja, hè, fijn is het ook niet. Maar goed, ik ga even eten. Poging tot eten doen in ieder geval. En dan ga ik je even opruimen. Ik probeer het eten alvast klaar te krijgen. Eten burrito's, dus ik hoef niet super super veel te doen, maar gewoon dingen snijden en dat soort dingen allemaal. Dus dat is wat ik van plan ben en dan hopelijk een beetje aan mijn wassen. Zo, die heb ik te pakken. Die hebben we te pakken. Als het goed is, hebben we hier een doek.
Hallo. Mama wilde eigenlijk aan het eten beginnen, maar jij bent daar niet zo'n fan van, is het wel? Ja, hoe is het? Ja, hoe is het? Ik had meerdere verzoeken gehad om een keer te laten zien wat er nou hier op zolder allemaal gebeurt. Nou, even heel simpel uitgelegd. Dit wordt de voorzolder. Daar is Niels nog bezig. En dan wordt dit de slaapkamer van mij en Niels. Daar is Niels ook nog bezig. En filmen wanneer Niels er aan de slag is, is een beetje lastig. Want meestal heb ik dan kinderen om me heen. En ik kan niet altijd van de kinderen weg. Dus dat is een beetje lastig. Ik heb het afgelopen weekend geprobeerd. Maar elke keer kwam er weer iets. Stapte ik net de trap op. Dan was het weer geschreeuw, gehuil. Nou, dat zijn beneden, die is ook alweer aan het kramen. Dus ja. Nou ben ik even sok aanpakken. Want ik had in water gestaan. Want de hond. Die had een beetje gekweld of zo. Weet ik het. Dus ja. Dat. Ik ga nu eventjes schone sokken aantrekken. Dan ga ik Liam uit bed halen. En dan is het tijd om Jordi te gaan halen. Wil je nu wel uit bed? Meneertje? Ben je nu wel klaar om uit bed te gaan? Nee, nog steeds niet? Wel? Mama jou losmaken? Inmiddels zijn we weer thuis. En heeft Jordi koek gekregen. Liam heeft koek gekregen. Sam heeft fles gekregen. En ze zijn een beetje het bloed onder mijn nagels uit aan het halen. Vooral op die kleinste, middelste rat van ons. Sam niet, maar Liam heb ik het over. Ik moet nog steeds eten maken. En dat heb ik niet gedaan. Daar ga ik sowieso even aan beginnen. En dan, ja. Ja, we zien hoe het loopt. Voor de mensen die vragen of dat ik nog steeds hoofdpijn heb. Ja, ik heb nog steeds hoofdpijn. Ik zal even anders filmen. Het is al wel geslonken, een heel eind. Maar de bult zit er nog wel. En ja, ik heb dus nog steeds hoofdpijn. Alleen, ja, ik wil daar gewoon niet te veel aandacht op vestigen. Maar ja, inderdaad. Van het weekend heb ik ook flinke koppijn gehad en alles. Dus ja, nu heb ik ook weer koppijn. Vooral als ik mijn eigen druk maak en dingen moet. En dat er een bepaalde druk op die moet zit. En ja, nou, dat dus. In ieder geval, ik ga heel eventjes eten maken en de dingen doen die ik moet doen. Want anders doet niemand het. Ik heb al de vaatwasser aan staan, weer was aan staan. Je bent dan wel thuis, maar je bent altijd bezig. Ja. Is het rustig? Ja, de kinderen liggen op bed. Yes. Wij gaan zo even opruimen en dan gaan we bankzaken doen. Nu even eerst pauze houden. Ja. Even pauze houden, aan de slag en dan daarna bankzaken en naar bed. Een hele goede morgen. Ik ga Jordi naar school brengen. Ik wou zeggen naar bed, maar dat is niet. We gaan Jordi naar school brengen. En ja, laten we gaan rijden. Ik ben inmiddels terug van de winkel. Ik heb fruit gemaakt voor deze grote vent. En ik heb fruit gemaakt voor deze grote vent. En ik heb gelijk even boodschappen gedaan voor Manuel en Bianca, want die mogen even hun huis niet uit. En ik denk dat jullie allemaal wel kunnen raden waar het vandaan komt. Dus daar hoef ik verder geen uitleg over te geven. Ja, dus dat heb ik even gedaan. En dan, ja, Jordi is naar school. En strakjes moet ik nog even naar de apotheek voor hem even snotspul halen, want daar heb ik de dokter voor gebeld. En daar kon
Dus daar ben ik blij om. En ik was het gehakt vergeten te geven aan Bianca, dus je moet het ook nog even afgooien. Dus dat. En verder moet Jordi straks nog even naar de optometrist. Maar dat gaat Niels allemaal doen. Die kleine etters, die zijn nu lekker een donutje aan het eten. Sam die zit daar op zijn knieën. TV te kijken. Liam heeft zijn donut al op. Sam krijgt iedere keer stukjes. Is het lekker? Mee nog een stukje. Sammy. En jij komt een stukje van Sam nou nog grappen. Ja, natuurlijk. Ik heb er nog eentje. Dat is de laatste. Deze dan pakken. Wil je hebben of niet? Liam, moet je hebben? Mappen. Wil je nog? Oep, boem. Oh, wat doe je daar goed. Wil je nog happen? Sammy? Wil je nog happen? Zal mama je tutje dan even eruit halen? Lekker, hè? Lekker, hè? Dan is het dadelijk tijd voor een flesje. En dan kan hij naar bed. En dan kan hij nog wat drinken. En dan kan hij ook naar bed. Een keer iets anders als brood is ook wel lekker. Ik heb de twee kinderen al op het bed liggen. Die liggen al lekker te slapen. Ik hoor tenminste niks meer. Zo dadelijk komt Niels even thuis. Want die moet even de auto op komen halen. En dan moet hij om 2:15 in het ziekenhuis zijn met Jordi voor de optometrist. Dus oogcontrole. En ik moet even lunch voor hem maken. Want ja, dat had ik niet gemaakt gisteravond. En toen zei ik van nou, weet je wat? Als jij die auto komt halen, dan zorg ik dat er lekker eten staat voor jou. Dus ik ga even lunch maken voor hem. Ik heb broodjes afgebakken. Ik heb een paar eitjes gekookt. Ik heb nog wat komkommer en een beetje tomaat. Dus ik maak gewoon een beetje broodje gezond of zo voor hem. En dan doe ik wat fruit meegeven. En dan heeft hij ze eten. En dan kan hij ook nog in het ziekenhuis wat eten als nodig is. Plus ik doe ook eventjes iets lekkers maken voor Jordi. Voor dadelijk. Inmiddels is deze koning weer thuis. Hij is met papa naar de optometrist geweest. Ik weet verder nog niet hoe en wat. Want Niels moest snel weer gaan werken. Maar hij heeft een beetje last van zijn verkoudheid. Maar hij staat super vrolijk. Jee. Kom maar, hallo. Hoi. Terwijl ik eten aan het koken ben, is Sammy een beetje aan het stappen. Goed zo. Ik heb hem even omgedraaid. Hij wou ook zijn tut in, want die zag die liggen. Kijk wat hij doet. Kom hier, Sam. Kom maar. Kom maar, schatje. Oh, oh, oh. Goed gedaan. Goed gedaan. Wat is er? Je bent een beetje een jaloers kind vandaag, is het niet? Je hoeft niet jaloers te zijn, want mama is straks heel met jou gezeten. Nee, toch ook een snelle Jelle.
prima, man. Kom dan. Doe maar stappen. Stappen. Goed zo, Sammy. Goed gedaan, Sam. Heb je goed gedaan? Ja. Kom je bij mama? Kom maar bij mama. Kom maar bij mama. Goed gedaan. Dat heb jij goed gedaan, grote vent. Yeah. Dat is één. Twee heb ik niet kunnen filmen, want die was te snel. Maar dit is drie. Twee is namelijk al op weg naar boven. De kindjes zijn uiteindelijk gaan slapen. Niels gaat zo voor mij de vaatwasser nog even inruimen. Zodat ik nog eventjes een paar dingetjes klaar kan zetten, want we hebben eigenlijk niet veel gedaan vandaag. Nee. En morgen staat er roadtrip op programma. Dan gaan we eerst Liam wegbrengen. Dan Jordi. En dan gaan we met Sam naar de winkel. En dan gaan we bij Jordi zijn school kijken. Ja, er zijn twee scholen waar Jordi voor een aanmerking komt. En dit is de eerste school die we gaan bekijken. Ja, misschien ook de laatste school die we gaan bekijken. Maar ja. Als het goed bevalt, dan gaan we bij die andere niet kijken. We gaan gewoon kijken hoe dat het voor ons voelt. Mm-hmm. En dat is wat we morgenochtend dus gaan doen. Daarna ga je weer werken, bla bla bla. Nou, dat is onze dag eigenlijk al. Mm-hmm. Dus ja, dat is eigenlijk een beetje wat er morgen gaat spelen. En vandaag hebben we echt niet veel meer gedaan. We hebben eigenlijk meer bank gehangen. Sst, moet ook wel een keer kunnen. Speelgoed ligt hier gewoon nog op de grond. Maar ja, morgenochtend is de eerste die wakker wordt. Die gooit weer alles over de grond heen. Ja. Nee, dat lijkt me zo. Ja, precies. Ik heb alleen nog wel één dingetje. Aangezien ik zag dat er heel veel nieuwe abonnees bij waren gekomen, is het misschien een leuk idee om een Q&A op te nemen. Jullie hebben dus het einde van deze video gevonden. Dus als jullie tot zover hebben doorgemaakt, misschien hebben jullie ook nog wel een vraag voor ons. Ja. Mocht je die hebben, stel ze dan onder deze video. En dan kijken we heel eventjes wat eruit komt. Mm-hmm. En of de vragen komen. Ja. En als je het niet via deze video wil doen, mag dat ook altijd via Instagram. Er staat een linkje onder in de beschrijving. Dus dat. Bij deze. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Tot de volgende.